voorjaar komt eraan. Nieuw leven. Wij gaan alles gewoon lekker schoonmaken en fris maken. En dat geldt ook voor onze sieraden. En wat houdt het in? Wij hebben een aantal artikelen wat je zelf thuis kan gebruiken om je sieraden te onderhouden en schoonmaken. Ik heb hier een zilverpolish. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk voor groot zilver. Als je een kandelaar hebt of zilveren bestek hebt, dat je zegt, die is aangeslagen, die wil ik polijsten en mooi poetsen, dat het mooi schoon is. En dan heb ik hier voor de sieraden. Dit is voor zilver. Deze hebben wij ook voor gouden sieraden. Dan kan je, het is heel makkelijk, je dompelt de sieraden erin, laat je een paar seconden staan, haal je het eruit, ga je afspoelen met het water en daarna met een zacht doekje droog maken. Dan zijn ze weer helemaal nieuw. En poetsdoekje. En dat is een mooi lange poetsdoekje. Dan kan je sieraden, je bedels, je ketting, ook je parelcollier, als je gedragen hebt en de vet, zeg maar, huidvet erop gekomen is, kan je even napoetsen en dan kan je dat wegleggen voor volgende keer. Dan zijn je sieraden weer helemaal mooi schoon. Maar het is niet alleen maar schoonmaken. Het is ook heel erg belangrijk dat je sieraden goed onderhoudt. Dat is hoe je je auto onderhoudt. Bijvoorbeeld met het dragen van sieraden kan het zijn dat je ketting, de sluiting, heb je niet in gaten natuurlijk, dat het veer niet goed doet. Wat gebeurt er dan? Jij hebt het om en op een gegeven moment ga je het verliezen. Dat wil je niet, want dat is een dure grap. Je kan af en toe even controleren of het oog goed dik genoeg is. Zo niet, kom even langs bij ons. Dan kunnen wij dat voor u repareren. En dat geldt ook voor de zettingen van de diamanten. Of andere kleurstenen wat je erin ziet. Eén keer per zoveel tijd, kom gewoon gerust langs bij ons. Kunnen wij onder een loep bekijken of de zettingen goed zijn. Of ze dik genoeg zijn, of ze niet versleten. Het is kleine moeite. Loepen wij even voor u. Daarna kunnen wij altijd voor u een prijsopgave maken. En kunt u beslissen of u de zettingen in orde wil maken, ja of nee. Dus ik zou zeggen, pak je sieraden. Ga eens even langs bij ons komen. Of doe maar zo'n potje en dan kan je zelf je sieraad onderhouden.